En de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft gisteren kennis gemaakt met de leden van de vaste commissie in de Nationale Assemblee. Tijdens deze kennismaking is er gesproken over het beleid van de minister. De voorzitter van de vaste commissie, Rosselli Cotino, gaf aan dat ze dit beleid kritisch zullen volgen. Enkele zaken die de aandacht genieten zijn rechtshandhaving, rechtsbescherming, veiligheid, corruptie, capaciteitsversterking... Wetgeving, interne en externe communicatie. Van de aangehaalde zaken zullen er prioriteitsfactoren gesteld worden, waardoor zaken efficiënter uitgevoerd kunnen worden. De minister voegde eraan toe dat intern ook gewerkt zal worden aan de bestrijding van corruptie. Cotino wilde meer weten over de wetgevingsproducten. Mariana Shenafat, directeur van Justitie, gaf aan dat het, dat het herziene burgerlijk wetboek af is en dat het dit jaar nog aan de Nationale Assemblée zal worden aangeboden. Krishna Kumari Matura, lid van de vaste commissie, vroeg aandacht voor de lange weg in het proceszaken bij het Openbare Ministerie, welke volgens haar knaagt aan de rechtsstaat. Verder ziet zij graag dat het jeugdbeleid hoog op agenda moet staan. Lucretia Redan, directeur operationele diensten, zegt dat het ministerie bezig is met het integraal jeugdbeleid. Via de verschillende ministeries zal nagegaan worden wat in de rol is, zodat het beleid op de juiste wijze uitgevoerd wordt. De kennismaking tussen de minister en de vaste commissie vond woensdag plaats op het kantoor van de Bewinsman.